Deze Eindhovense kunstenares maakt schilderijen met verf uit rouwboeketten. De kleurstoffen voor de verf haalt ze uit de bloemen die rondom de kist van de overledene hebben gelegen. Nou, ik krijg bijvoorbeeld zo'n rouwboeket aangeleverd. Deze bloemen die laat ik in 2 weken tijd goed drogen. Dus dan heb ik gedroogde bloemblaadjes. Die kan ik verpulveren. In mijn vijzel maak ik die fijn tot poeder. Strooi ik op een plaat. Daar voeg ik dan een beetje water aan toe. Die mix ik tot een pasta. En dan voeg ik dan een gelijke hoeveelheid bindmiddel aan toe. En zo heb ik verf waar ik mee kan schilderen. Doordat die bloemen al zo persoonlijk zijn, zit er al echt iets persoonlijks. Het is geen gewone verf waar het mee geschilderd wordt, maar de bloemen op zich is dan al persoonlijk. En je kan het ook doen met as en een sieraad bijvoorbeeld, maar ik heb daar dan zelf niet zoveel mee. Ik heb meer met levende materialen, met kleuren, die dan nog eigenlijk voortleven op een bepaalde manier. Mirjam maakt de schilderijen op bestelling. Ze is blij dat ze op deze manier kan bijdragen aan de rouwverwerking van haar klanten.